Er kan een bom langs hem ontploffen en het zou hem niet kunnen schelen. We hadden vroeger een opvangkatje. Die heette Baron en die is gestorven door een ziekte, hebben die moeten afgeven. En omdat dat een ziekte was, wat dat waarschijnlijk van zijn mama kwam, hebben we dus besloten voor raskatten te pakken. Dat is geen zekerheid, maar dat is het een iets kleinere kans dat je ziektes hebt. En toen zijn we bij hem uitgekomen omdat we weer een zwarte kat wouden. En we hebben hem uit Gent gehaald. Een leeuw komt van Engeland, dus dat is een echte Britse langhaar. Dus brigant is eigenlijk een beetje een synoniem voor een bandiet. Ook omdat ons eerste katje met een B begon, wouden we nog eentje met een B. En Leopold komt van Leo, dus hij lijkt een beetje op een leeuw. Daar komt de naam vandaan. Brigand is super relaxed. Hij ligt daar nu ook gelijk een vod. Er kan een bom langs hem ontploffen en het zou hem niet kunnen schelen. En hij is gek op mensen en vooral kleine kinderen is hem volledig weg van. En Leo is echt een diva. Hij gaat wel bepaalde mensen graag hebben, maar on his own terms. Dus ja, dus, en hij is wat schrikkeriger naar mensen toe. Behalve hier in huis, want dan is hij letterlijk koning te rijk. Ik heb altijd eigenlijk heel graag foto's gemaakt, al sinds jongs af aan. En eigenlijk omdat ik toch al foto's van hun aan het maken was, ter herinnering. En ik die niet de hele tijd op Facebook wou zetten voor iedereen, had ik zoiets van, ja, dan kan ik even goed een Instagram-pagina beginnen. Ofwel moet je heel veel geluk hebben, ofwel moet je heel consistent zijn. Zowel met foto's maken, posten elke dag op hetzelfde uur. En echt proberen een beetje een lid te worden van die community. Want de kattencommunity, dat is echt wel een heel hechte en heel positieve community. Dus voor daar deel uit te maken. Want ik zit in een heel aantal potgroeps ook. En ik ken ook heel veel grote accounts. En dat helpt natuurlijk wel. We hebben ook het geluk gehad voor een heel aantal dingen gratis te krijgen. We hebben een littenrobot gekregen wat we dan mochten uittesten. Heel af en toe zijn er grote merken die willen sponsoren en die bedragen die schommelen dan. Maar over het algemeen zijn er heel veel mensen in de katten Instagram die dingen gratis doen. Waarom zouden ze iemand kiezen die er geld voor vraagt als ze mensen vinden die het gratis doen? Het zijn heel schattige katten, maar ja, dat zijn de meeste katten natuurlijk wel. Ik probeer heel kwalitatieve foto's te plaatsen met mijn eigen bewerking er rond. Een beetje een dromerige sfeer en een beetje een dagelijkse leven te beschrijven in de foto's. En we hebben wel leuke stories, dus...